Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan daar verder in Italië, ronde nummer 14 van het kampioenschap en aflevering 36. Als je de vorige aflevering in België gemist hebt, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. En ben je nu op dit kanaal en wil je meer afleveringen zien van F1 2019, de Career Mode? Druk dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op alles aan je gezin. En klik voor die meer van mij mist. We gaan vandaag dus verder in Italië. De baan moet ons uitstekend liggen. De motor is heel erg goed en er zijn maar weinig bochten. Dus ik verwacht hier gewoon om de pole position te kunnen gaan strijden. Helaas. Een update is helaas gefaald. We hebben wel een rate reduction, maar de rate distribution is helaas minder. De race? Ja, het weer. Het begint bewolkt, maar het kan daarna gaan regenen. Dus dat wordt weer een spannende wedstrijd. Hier zie je dus R&D-tree. En we lopen wat in op Toro Rosso, maar McLaren zit dus er ook aan te komen. We gaan dus gewoon kijken naar de kwalificatie, hoe dat verloopt hier in Italië. The pit lane will be open shortly, which means it's nearly time for qualifying for the Italian Grand Prix here in Monza. Looking at this field today, Anthony, do you think we're going to see anyone take a chance? Maybe run the hard tyres and save some of the grippier tyres for the race tomorrow? Well, I'd be surprised in all honesty. It's only the front runners that really have the pace to get away with that. And even then, at the end of the day, it's a big risk. Track position is the most important thing, and it's rarely worth sacrificing for a slightly more optimal strategy in the race. So I doubt we're going to see anyone trying it. I have been wrong before, though. We certainly do see some risky decisions every now and then, and it's a gamble that's sometimes worth taking. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de auto. We don't think you'll have any trouble getting into the next session, so don't push too hard. Nou, het team zegt dat we eigenlijk geen enkele moeite hoeven doen voor P1, dus de auto niet hard pushen. En kijk eens naar de topsnelheid. 356 km per uur. Ontzettend snel. En we gaan eens kijken of we misschien aan de top van Q1 kunnen komen. Fiat met een 1.21.3. Onszelf met een 1.21.2. Fantastic. That was the fastest. Op dit moment de snelste ronde. So far, our fastest. We zijn terug bij de pitbox. En we zijn doorgewezen naar de tweede plek. Inmiddels doorgewezen naar de derde plek, want Leclerc is zelfs sneller dan ons. Weber is nu naar P1. We gaan hier dus weer de vrije motorse werk laten doen. Gewoon middels overzijd finish. En het is P2 op 4/10. En ik vind dat niet genoeg. Dus ik besluit nog een ronde erachteraan te gooien. Met nog 30 seconden op de klok. Een beetje glijden in bochten 1 en 2. En daardoor verliezen wij wat tijd. En helaas is het dus niet gelukt om Lucas Weber even in Q1 te plagen. Maar we zijn tevreden met de tweede plek. De uitslag van Q1, onszelf dus naar 2 en Hulkenberg is door naar de tweede kwalificatiedeel. Goed gedaan van de Duitser, hopelijk dat hij nu ook in de derde kwalificatiedeel erbij zit. En de laatste 15 zijn dus door Magnussen, Perez, Grosjean, Russell en Gasly dus niet. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2. Overzijd finish, DRS geopend. En dan is het hier dus weer de Ferrari motor die zijn ding doet. En weer de topsnelheid die uitstekend werkt. 356 km per uur. We hebben wel iemand voor ons. Sergio Perez. Denk ik dat het nog was. Wat ons een klein beetje voordeel kan geven. Sainz is het dus. En we zijn op dit moment de snelste. En hier kunnen we misschien profiteren ook van Kwiat die eraan komt. En Sainz uitremmen lukt helaas niet. En dan verlies ik hier wat tijd. En dan heb ik dus besloten om naar binnen te gaan en uiteindelijk geen ronde meer te laten rijden. Weer de snelste op dit moment in de kwalificatie. En Hulkenberg door naar Q3. Inmiddels bij de laatste kwalificatiedeel gekomen. En we nemen deze hairpin wat wijder, zodat we een betere exit kunnen hebben op start-finish. En dan gaan we kijken of we misschien naar de pole position kunnen rijden. Ik heb wel iemand voor me, dat is een Ferrari-coureur.
Die zit voor me. Is volgens mij Leclerc. Ja, het is Charles Leclerc. Oh, wat glijden alweer in bocht 1 met deze auto. Maar zoals het er nu naar uitziet, is het dus goed. Overstart finish, P3 op 22.000ste van Lewis Hamilton. Dat moet verbeterd worden. Dat moet verbeterd worden. Ja, 32.000ste. Leclerc en Hamilton staan gelijk. Die staan precies gelijk. En dan zelf daar maar met 22.000ste erachter. Inmiddels zit Q3 er alweer bijna op. We zitten in de laatste deel van Q3. En hier draait het erom. Kunnen wij Hamilton van de troon afslaan in Italië? Dat zou geweldig zijn voor Alfa Romeo. We zitten helaas in het rood. Maar wel 74.000ste onder de tijd van Lewis Hamilton. Nu weer in het groen. Met nog een minuut te gaan. We komen over zijn finish. En we hebben op dit moment de pole in handen met een 19-7. En we kunnen er nog een ronde achteraan plakken. Dus dat gaan we gewoon doen. Ik ga kijken of er mensen zijn die zich nog verbeteren. Want mensen die nu nog rijden, zitten nu in hun laatste run. De vlag hangt uit en ik kan nu gewoon een extra run doen voor de zekerheid. Ja, dat is over de finish. Paars, paars en rood. Maar dat boeit niet. Fantastic. We hebben de pole position behaald in onze thuiswedstrijd voor het team. Geweldig resultaat. We're all ready for tomorrow's race. 15e los van Charles Leclerc. Italië zingt. Van twee Italiaanse teams starten vanaf de eerste startrij. Super resultaat. De rivaliteit inmiddels met Hülkenberg en Giovinazzi. Daar winnen we gewoon alles van eigenlijk. De punten voor upgrades, namelijk aan de auto, zijn er wel veel. Ja, 220 met 6 en 890 overal. De reputatie is gewoon gelijk gebleven bij iedereen. Naar een veteran en een sportsmanship, dat weten jullie allemaal wel. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Nou, ben ik heel blij mee. We gaan dus gewoon door naar de race. En ik heb dus expres die componenten in België laten vervangen, zodat we dus hier niet achteraan starten. Dus het belooft een leuke race. Ja, we gaan zien of we de leiding kunnen behouden in bocht 1 en of we misschien weer een overwinning kunnen behalen in Italië. We gaan het zien. It's race day here in Italy once again. Monza, home to so many records. The smallest winning margin, for example. Do you remember in 1971, Peter Gethard beat Ronnie Peterson to the line by 1/100th of a second. There were 40 overtakes for the lead alone in 1965, and Kimi Raikkonen clocked a record top speed of 230 miles per hour here, just over a decade ago. So there's a lot to live up to then for all of our drivers today. We're 12 miles northeast of Milan for today's Grand Prix at a Monza circuit where we can expect top speeds of around 215 miles per hour. 11 corners on this 3.6 mile track, with 7 of those coming in the form of chicanes. And with a good slipstream and DRS open, there should be plenty of opportunity for some passing here today. Anthony Davidson, a very warm welcome to you as you join me in the commentary box for today's event. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Nou, de grid voor de grote race van Italië. Met onszelf dus op pole position en Hamilton op de tweede plek. Kvyat naar 3 en Bottas naar 4. Vettel 5, Butler 6, Weber 7, Hulkenberg 8, Giovinazzi 9 en Sainz sluit de top 10 af. Leclerc met de penalty op plek 11, Stroll 12, Raikkonen 13, Ricciardo 14, Magnussen 15, Perez 16, Verstappen met de penalty op plek 17, Russell 18, Gasly 19 en Grosjean met een penalty op de laatste plek. Dat was het grid. Gaan we door naar de race. Dat is de aanmelding bij de strategie. Let's give them a race worth watching. En ja, dit is dus onze thuis engine race. En ja, Jeff zegt het al. Beloof het spetterendste te gaan houden. Beloof het wat moois te gaan houden. En dat gaat ook gebeuren hier in Italië. Want de lampen zijn officieel aan voor de groepjes van Italië. Career aflevering 36. En we zijn onderweg met onszelf op pole position. Hamilton naast hem. Het is in ieder geval een goede start. Maar Danny Kvyat is beter weg. En Kvyat is al gelijk na plek 1. En Hamilton
kan er niet aan toe. Maar Kvyat, wat een topstart. We proberen hem hier terug te pakken, maar we blokkeren. En dan moeten we de positie teruggeven aan Dani Kvyat. Wel een waarschuwing voor een bochtafsnijding. En Hamilton profiteert gelijk van ons. Eerst na plek 2 en we hebben al twee posities, één positie verloren. We hebben twee posities verloren, want we kwamen op een pole position. Maar we kunnen hier misschien Hamilton weer aanvallen in de slipstream. En hier diep inremmen bij de Brit. Hem wat uit laten rollen. En plek 2 is dus weer veroverd. De volgende is dus Dani Kvyat. Kvyat zet de snelste race van meneer Logisch met een 1.25.1. We kunnen hier inmiddels in de slipstream duiken van de Rus. Die niet genoeg power heeft. En we rijden er als een raket voorbij. Maar Kvyat remt laat. Kvyat remt laat en ja, dan moeten we hier een andere bocht zien te nemen. Maar Kvyat heeft geen tractie in deze soft banden, terwijl wij dat wel hebben. Wel een probleem, want diezelfde Kvyat zit nu dus weer in onze slipstream. Kunnen we kijken waar hij naartoe gaat, maar we blokkeren hem volledig. Paas in sector 1. Iemand heeft dat inmiddels verbeterd, want het is groen in sector 1. En Kvyat zit er nu aan de buitenkant. Dani Kvyat zit aan onze buitenkant, rent wat later dan ons. En het gaat maar net goed in die bocht. We verliezen bijna de controle in de daaropvolgende bocht. En daar kan Dani Kvyat profiteren. Kvyat profiteert, gaat naar de buitenkant. Wij duwen hem wat naar de buitenkant. En Kvyat moet van zijn gas. Dani Kvyat moet van zijn gas. Okay, en het is geel. In de herhaling kijken. Ja, hij wordt wat door mij eraf geduwd. Nu zeg ik het dus goed. Hij zet inmiddels wel snel zijn race van in met 1.24.5. Weber is inmiddels naar 2 gegaan. Dani Kvyat heeft veel plekken verloren. 2 volgens mij. Hij is op positie 4. En nu kunnen we een gaatje slaan naar Lucas Weber. Het is wat bewolkter gaan worden hier in Italië. En inmiddels ronde nummer 10. En ja, wat zien jullie op het scherm? Regendruppels. Het regent hier in Italië. En ik weet dus niet of de regen snel of langzaam komt. De strategie is inmiddels nog niet gewijzigd. Dus men gaat ervan uit dat we de race kunnen uitrijden op droge weerbanden. Vettel inmiddels na 2 heeft Weber en Dani Kvyat en Bottas te pakken. We rijden weg van Lucas Weber en Sebastian Vettel. Nou, Jeff zegt box box, we komen dus nu naar binnen, ronde nummer 11. Maar we gaan dus een ronde wachten. We wachten een ronde, want ik weet dus niet hoe hard het regent. Like 20 minuten lichte regen, droog zien het dus op dit moment het beste uit. Gat naar Vettel is inmiddels 4 seconden. Dat is aan het dichtrijden. Terwijl Kvyat in één keer Bottas heeft te pakken. Vettel is naar binnen. Kvyat kan geschat dichtrijden. Terwijl we een VSC hebben. En dit is een perfecte timing. Want wij komen nu naar binnen. Wij wouden eigenlijk naar binnen komen. Maar wie is er uitgevallen? Ik weet dus niet wie er is uitgevallen. Ik hoop toch niet Nico Hulkenberg. Nee, die rijdt nog. Nico Hulkenberg rijdt nog. Maar nu kunnen we dus kijken waar we dus terecht komen. Ik denk voor Vettel en Charles Leclerc. Bottas en Kvyat en Giovinazzi. Die moeten nog naar binnen. Die gaan hier extra pijn van krijgen. Russell dus ook. Complete, go now. Hulkenberg komt niet naar binnen. Die rijdt door. En komen we voor Charles Leclerc of Sebastian Vettel weg. Eruit. Komen we daarvoor uit. Inmiddels weg bij de pitstraat. We komen dus voor Gasly. De virtual safety car is inmiddels aan het eindigen. Hij is inmiddels weg en mijn teammaatje is nu in de pits. En dankzij de VSC behouden we dus weer de leiding eigenlijk in ronde nummer 14. Want Dani Kvyat en die andere lui moesten nog naar binnen. Ronde nummer 14 inmiddels. En de regen lijkt nu harder naar beneden te komen. Charles Leclerc op de soft. Die moet nog een keer naar binnen. Is inmiddels verschalkt door Vettel, maar Charles Leclerc komt terug. We rijden inmiddels weg van de Monegasque die met zijn Duitser aan het team battelen is. Oftewel met Vettel. Rood in sector 1. Inmiddels ronde nummer 16. En ik ben toch bang dat we aan het einde van deze wedstrijd naar intermediates moeten. Het ziet er niet zo goed uit. 1.4 inmiddels naar Vettel. Ja, Sebastian Vettel. En het belooft niet goed. 1.4. Die is hij aan het dichtrijden. En daarachter zit Weber, Giovinazzi, Hamilton, Bottas en George Russell. Okay, even though we're seeing cars
they'll struggle in these conditions. If we pit for inters now, we're going to be too slow and we'll burn them out. Make the best of it for the time being. Okay. Jeff zegt nu, aangezien de mensen gaan struggelen of wel moeite mee hebben met de weeromstandigheden, is het niet verstandig om naar inters te gaan. Want anders rijden we ze kapot. Charles Leclerc is inmiddels aangekomen bij ons. Zit dus nu in de slipstream. Gaat een aanval wagen hier. Maar zit even weg. Vettel is inmiddels ook aangedrongen. Terwijl we een klein beetje doorschieten door het regen. Dat op de baan zit. Licht. En nu moeten we hier het beste van maken. We hebben alles opengezet. 10 ronden nog te gaan. Wanneer komt Charles Leclerc met een aanval? Zit even weg. Ja, die zit even weg. Want we remmen hier expres wat eerder, zodat we Charles Leclerc ook naar Vettel toe kunnen duwen, als het ware. Terug kunnen pushen. En dan moeten we hier het beste van maken. Nog 10 ronden te gaan dus. In deze wat tot nu toe zenuwslopende grote prijs met de regen die naar beneden rolt. Met Charles Leclerc die achter ons zit en Vettel. Dus Ferrari gaat het hier niet zomaar opgeven. Dat weet ik nu al. Maar Leclerc moet nog naar binnen, hè? Charles Leclerc moet nog naar binnen. Die moet nog naar binnen voor een mediumband. En ik hou hem hier gewoon op. En dan pak ik hem hier op de exit. Nou, Charles Leclerc. Nee, die zit even weg voor de DRS. Een tiende verschil. De DRS is nog wel geactiveerd, want het is niet nat genoeg om de DRS volledig te kunnen sluiten. Wat de race control zegt. Daar zit Leclerc beter. Hij zit er beter voor. We slingeren wat om hem uit de slipstream te krijgen, maar dat lukt niet. En Leclerc dacht er even na. Die dacht er even over na, maar dat mislukte helaas. We blokkeerden daar wel in de laatste bocht. En we moeten hier nu gaan sparen. Hey, Charles Leclerc duikt naar binnen. Charles Leclerc duikt naar binnen voor zijn laatste stop. De baan lijkt dus niet te gaan opdrogen. Ons besluit is dus nu of wij een gok gaan nemen door dit uit te rijden met nog, nou zou ik zeggen, 7 ronden te gaan, 8 ronden te gaan in de wedstrijd. Of nu naar binnen te komen voor intermediumbanden. Daar geven we wel de leiding uit handen van Vettel natuurlijk, want Vettel die gaat dus naar de leiding. En misschien kan het ook zijn dat we dan zo'n in één keer gaan inhalen, maar ik weet niet hoe nat het is, want ik zie geen spray van de banden komen. Het is wel nat. Dat kan ik ook zien aan het scherm, want het druppelt en we blokkeren daar een band. In Lesmo 1. Dus op het rechte stuk. DRS is nog wel enabled, hè? Dus Vettel kan hier gewoon een aanval maken. We moeten wat gaan verdedigen ten opzichte van Sebastian Vettel. Zit te ver weg en kan niet aanvallen. En we moeten het hier gewoon heel voorzichtig aan gaan doen. Ronde nummer 18 inmiddels. Vettel zit er nu wel beter voor. Daar is hij hoor, aan de buitenkant. Binnenkant. En hij is er voorbij. We remmen hier wat later. En Vettel schiet een klein beetje door. En dan kunnen we hem hier weer terugpakken. Dadelijk op het lange rechte stuk. Weber zit trouwens er ook aan te komen hoor. Hier DRS geopend van onszelf naar Sebastian Vettel. En kijk eens hoe sterk deze auto in een slipstream is. Vettel remt laat, blokkeert een wiel. En we raken elkaar net niet. Maar ik moest er wel even mijn ballen tonen. Inmiddels is Weber naar 2 gegaan met nog 800 te gaan in de wedstrijd. En Vettel is dus verschalkt. Op dit moment door Lucas Weber. Oh, we hebben een moment overstuur en Weber profiteert gelijk. En we raken Sebastian Vettel. Sebastian Vettel is een deel van zijn volvleugel kwijt. Doordat we hem hebben geraakt. Weber, kunnen we hier misschien weer terugpakken? Nee. Dan moeten we het op het volgende lange rechtstuk doen waar het DRS wel beschikbaar is voor ons. Ronde nummer 21. DRS enabled van onszelf. Lucas Weber is gezien. Kijk maar hoe snel we er voorbij zijn. En hier weer rustig inremmen, want Weber kan nergens naartoe. Volgens mij zit Hamilton en Bottas zitten er ook aan te komen hoor. Dus dat wordt nog wat met nog 700 gaan in de wedstrijd. Inmiddels ronde nummer 22 en Weber keek daar wel even. Maar dat mocht niet zo baten. We moeten hier weer voorzichtig aandoen, want we kunnen die moment oversturen krijgen. Niet dus. Weber heeft
een betere exit, dacht ik. Maar dat bleek dus niet waar. Hij kan hier wel terugkomen in de slipstream. Oh, ik hoor hem terugschakelen. Ja, ik hoor hem terugschakelen. Weber die vindt het irritant dat wij zo langzaam rijden. En dat is maar goed ook. De nieuwe strategie is beschikbaar. In ronde nummer 22 naar de Intus. Nou, dat heeft niet zoveel zin, want er heeft nu nog 5 ronden. En als ik nu naar Intus ga, dan heb ik de leiding uit handen gegeven aan Lucas Weber. Ronde nummer 23. En Weber zit er zo dicht op. Een tiende. Maar we moeten het hoofd gewoon koel zien te houden in deze omstandigheden. Ik verhefte er wel even mijn stem, want Weber kwam daar dichterbij. Die zit hier ook dichterbij, maar hij wordt hier volledig geblokkeerd door ons. En ik hoor hem gewoon terugschakelen. We moeten Earth en Fuel gaan besparen, want ik brand nu alles op. Bottas is inmiddels naar het 3 gegaan. Vettel heeft het uit handen gegeven en Ferrari eindigt hier niet op het podium. Wat teleurstellend is. Weber kan nog een aanval wagen voor de leiding. En die gaat het ook zeker doen. Want wij moeten Earth gaan besparen. 2/10 verschil. Bottas 1.7. Die kan er ook nog wel van. En hier rustig inremmen bij de eerste bocht. Alles verloopt tot nu toe kalmpjes aan. Wel een moment overstuur. En dat had Weber gezien. Maar we gooiden de deur daar dicht. En hij komt nergens naartoe. Vettel inmiddels naar positie nummer 5. Weber probeert het en wij blokkeren hem daar. Ik versprak hem er even. Weber probeerde het, maar wij gooiden de deur dicht. Terwijl Bottas nu is aangesloten bij ons. Valtteri Bottas is aangesloten. Ronde nummer 25. Nog 2 ronden te gaan. Weber probeert het opnieuw. Maar zit te ver weg. 3/10, hè? Die zit te ver weg. Hamilton zit er trouwens ook aan te komen. Vergeet de Brit niet, want die kan er ook wel van, hoor. Die kan er wat van. En wel een moment overstuur. En dat geeft Weber weer een kans. Maar hij kan nergens naartoe. En Bottas zit er ook aan te komen. Nico Hulkenberg is naar binnen. Voor wat? Voor Intus? Dat is geen goede zet van het Alfa Romeo team. Maar het is nu een 3-mans gevecht voor de overwinning. Wel een klein beetje te wijd. En we hebben een moment overstuur. Maar Weber keek. Maar kon die aanval niet plaatsen. Bottas zit bij Lucas trouwens te kijken. En Hamilton is ook aangedrongen. Met nog 2 ronden te gaan. En we maken hier geen fout gelukkig. Maar Weber en Bottas hebben het nu met elkaar aan de stok. Dat kan ons misschien voordeel geven om weg te rijden bij van hun vandaan. Maar dat is niet gelukt, want Weber zit inmiddels weer op onze staart. Een 10e verschil met de Duitser. Hamilton is inmiddels naar 3 gegaan. En hier voorzichtig aandoen. Geen moment overstuur. En Weber kan hier een betere exit pakken. Nou, Hamilton zit hier ook, hoor. Vergeet de Brit niet. Wat zei ik je? Lewis Hamilton ziet ons battelen voor de leiding. En je kan zomaar zeggen dat de Brit in één keer op een goede uitgangspositie zit. Als ze misschien crashen, dan heeft hij de wedstrijd gewonnen. We moeten nu nog deze laatste ronde het zien vol te houden. En dan hebben wij een van de spectaculairste grote prijzen ooit in mijn carrière gewonnen. 4/10 verschil met Lucas Weber. 3/10 verschil, ofwel 17/10 verschil met Lewis Hamilton. Hamilton plaatst een aanval voor plek 2. En Weber moet even gaan verdedigen. Dat geeft nog wat lucht. Hamilton heeft inmiddels die leiding... De plek veroverd van Lucas Weber. Niet de leiding, terwijl we wel een moment hebben. En Hamilton wordt wijdgeduwd. Lewis Hamilton wordt wijdgeduwd. En Bottas kijkt daar gelijk bij Lucas Weber. Hamilton blokkeert Lucas. Kan nergens naartoe. Maar Bottas weet die avond niet door te zetten. Nog een paar bochten te gaan. En dan zit deze grote prijs er alweer op. Houden wij dit vol, dan winnen we gewoon weer een grote prijs. Wat uitstekend is. Onze derde op rij in de tweede seizoenshelft. Want ik tel Hongarije er ook bij mee dus. Een klein moment. 2 kleine momenten overstuur. En hier weer een moment. En dat dit Hamilton weer een goede uitgangspositie voor de leiding. Weber en Giovinazzi gaan met Bottas en Hamilton nog aan het knokken voor een podiumplek. Weber naar 2. En Giovinazzi zit goed. Giovinazzi zit goed. Is naar 4 gegaan, maar Hamilton geeft niet op. Wij winnen de rode prijs. Maar wie wordt de tweede? Wie wordt de derde? Het is Lucas Weber die derde wordt. En Hamilton die tweede wordt. En thuisteam, ofwel ons team, wordt beloond met deze uitstekende overwinning hier in Italië.
So Alfa Romeo have won it, and what a great race it was. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I think it was clear what the main contributing factor out on the track was today, speed. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. So here they come now, out onto the podium. It's thrilling to see this team go toe-to-toe with the best teams in the sport and come out on top. What a superb victory from the Alfa Romeo team. Uitslag van de grote prijs. Wij winnen dus onze thuisrace voor Alfa Romeo. Hamilton en 2 en Weber maken het podium compleet. We verliezen wat punten ten opzichte van Mercedes. 3 punten. Maar dat kunnen we in Singapore weer gaan opbouwen. Hulkenberg niet naar de punten. Helaas, en Verstappen krijgt driver of the day. Leclerc pakt de snelste race van de punt. En de loop wordt uit van Ferrari. 13 punten. Dus we kunnen nu een beetje gaan focussen op Mercedes. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. It's safe to say you're smashing everyone's expectations, isn't it? Ja, dat klopt. Ik denk dat niemand dit had verwacht dat wij zo domineerden in de grote prijs. It wasn't the cleanest race. Nee, dat klopt, maar het kwam door het weer. Ik moest ook even knokken met Kvyat. Some excellent overtaking moves from your former teammate today. Did he learn some of them from you? Ik hoop het. Maar ik denk dat zijn team ook daarmee helpt, want hij heeft een hele goede auto. How does it feel sharing a Formula 1? Ja, altijd fijn als Weber weer op het podium eindigt. Ik hoop dat we volgend seizoen echt ons tweeën weer voor de titel gaan kunnen strijden. Well, that's everything. Wat nu is meestal Hamilton en ik. De rivaliteit breakdown. We winnen ten opzichte van Nico Hulkenberg. We winnen ten opzichte van Antonio Giovinazzi. De resource punten. Voor de upgrades in Singapore en de daarop komende races. Het zijn er wel veel. Team Gold is namelijk behaald. Nou, upgrades kunnen er dus bij. Reputatie is gewoon gelijk gebleven. Reputation en sportsmanship. En ja, dit was het natuurlijk voor die mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. En wil je meer afleveringen van Vimon en VT2019? Kun je voor wekelijkse video's druk op de abonneerknop. Schakel ook een lekker wedstrijd op alles uitzetten. En ik heb je van mist. Reageer wat beter kan ook moet worden op deze video. Volg me kijken op de social media links in de beschrijving. Zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot de volgende keer bij F1 2019. We gaan verder in Singapore.